Op het 28-jaar Javaanse immigratie is groots gevierd te Kommerwijnen. Terwijl Pechaya Luhur de viering uit protest heeft gehouden in Nieuw Amsterdam, trok de door de regering georganiseerde viering te Mariënburg niet minder mensen. Te Mariënburg werden door president Desi Bouterse, vicepresident Ashwin Adin, regeringslieden en partijsympathisanten kransen gelegd bij het monument van de Javaanse immigratie. President Bouterse verwelkomde vooral NDP-partijleden die zijn overgelopen van PL en de HVB. Een prominent nieuw NDP-lid is Hendrik Sakimin. Sakimin, gedoodverfde PL en later HVB-lid, maakte zijn opwachting als NDP'er. Ook veel partijleden uit Para en Wanica vierden samen met de Kommerwijners het immigratiefeest. Volgens president Bouterse noodzaakte de herdenking van 128 jaar immigratie ertoe om na te gaan hoe de Javaanse groep invulling heeft gegeven aan de integratie. Als wij niet in staat zijn te integreren, kunnen we een belangrijke opdracht die wij hebben als natie, namelijk de ontwikkeling van ons land, niet uitvoeren, zegt het staatshoofd. De Javanen daarentegen zijn het schoolvoorbeeld van hoe het moet, opperde Bouterse. Vandaag aan de dag, zeggen dat de Javaanse broeders en zusters volledig zijn geïntegreerd. En sommige takkie bent volledig geïntegreerd, dat we een takkie, dat deze Surinamers van Javaanse afkomst in volledige vrijheid hun cultuur, hun geloof, hun religie kunnen beleven in dit land waar vele anderen ook aanwezig zijn. Te utaki abra integratie, daugataki Javaans eten is niet weg te denken van onze Surinaamse menu. Bouterse vroeg het aanwezige publiek tenslotte om 1 minuut stilte in acht te nemen om alle mannen en vrouwen die op de suikerplantage Mariënburg hun krachten hebben gegeven en soms ook hun leven te gedenken. Districtscommissaris Ajay Kumar Kali van Kommerwijnen memoreerde de voorouders van de Javaanse bevolkingsgroep die volgens hem bloed, zweet en tranen hebben gelaten om ons land mede te helpen opbouwen. De nazaten hebben ook de meegebrachte normen, waarden en tradities van hun voorouders behouden, prees Kali, de Javanen. Heden ten dagen zien wij dat onze Javaanse broeders en zusters vooraanstaande positie bekleden in ons land. Kortom, deze groep heeft thans een bestaan opgebouwd in Suriname die niet weg te denken is. Gezamenlijk wordt getracht of ernaar toegewerkt om met alle bevolkingsgroepen Suriname tot grotere hoogte te brengen. Ook de inheemsen leveren een belangrijke bijdrage en spelen een voorname rol aan de opbouw van ons land. Ook zij bekleden hoge posities. Van deze plaats uit wil ik de ode brengen aan onze Japanse en inheemse voorouders en een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd, opdat wij heden ten dagen als nazaten van deze speciale voorouders door hun hard werken en zoeken mogen vertoepen in ons land. Districtscommissaris van Kommerwijnen Ajay Kumar Kali. Hij sprak gisteren in het oud stafdorp de Mariënburg in verband met de viering van 128 jaar Javaanse immigratie.